Dankzij Friso weten we nu dat je met 112 niet alleen de brandweer te pakken kunt krijgen, maar ook de ambulance en de politie. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Als je 112 belt, dan bel je eigenlijk naar een soort grote telefooncentrale. Dit noemen we de meldkamer. Bij de meldkamer werken een heleboel mevrouwen en meneren die allemaal de telefoon opnemen als er 112 wordt gebeld. En die mevrouw of meneer die vraagt dan aan jou of dat je de politie, de ambulance of de brandweer nodig hebt. En dan gaan zij hem voor jou bellen. En dat is natuurlijk heel erg handig. Want op deze manier hoef je maar één telefoonnummer uit je hoofd te leren. Een heel makkelijk nummer. 112. Op dit moment ben ik onderweg naar de politie om eigenlijk de laatste informatie bij elkaar te krijgen. Ik ben er namelijk nog niet helemaal uit wat de politie nou eigenlijk precies doet. Daarom heb ik een afspraak gemaakt bij het hoofdkantoor van politie in Den Bosch. En daar gaan we nu naartoe. Nou, zoals jullie kunnen zien sta ik nu voor het grote hoofdbureau van de politie. Het hoofdbureau van de politie ligt hier achter mij. Vandaag heb ik hier een afspraak gemaakt met Roy. Roy is een wijkagent en die kan ons van alles vertellen over de politie. En ik ben heel benieuwd wat hij mij te vertellen heeft. Kom jullie mee? Dan gaan we. Hey, goedemiddag. Dag Lars, ik ben Roy. Hi. Neem een stoel, misschien kan ik je verder helpen. Dank u wel. Nou, wat wij heel graag willen weten is, wat doet een politie nou eigenlijk zoal overdag? Wat we zoal doen overdag? Nou, we zijn met name buiten te vinden in onze politieauto. En waar we daarmee mee bezig zijn is aandacht voor het verkeer. Dus mensen die in het verkeer bezig zijn. En daarnaast natuurlijk boeven vangen. Dat is ook een belangrijke taak van de politie. En moet je daar dan ook heel erg stoer en niet bang voor zijn, zeg maar, om echt boeven te kunnen pakken? Je moet natuurlijk wel een beetje sterk zijn en een beetje stoer zijn. Hè? En je moet ook niet bang zijn om ergens achteraan te gaan of ergens op af te gaan. Dus die eigenschappen, dat moet je wel een beetje in je hebben, ja. Ja. Wat is er dus nog meer erg belangrijk als je politie wil worden later? Dan moet je naar school. Er is een speciale politieschool waar je dus politieagent kan worden. En dan, dat duurt ongeveer 4 jaar. En na die periode kun je gaan werken als politieagent. Oké. En kunnen kinderen zelf ook opgepakt worden als ze iets doen wat nou eigenlijk niet door de beugel kan? Dat kan, ja. Dat, een beetje afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Maar die mogelijkheid is er wel, ja. En als ze nou bijvoorbeeld een snoepje pikken van hun papa of mama? Dan hoef je daar niet bang voor te zijn, nee. Maar stel dat je dat snoepje nou zou pikken in de winkel, dat is natuurlijk verboden. En dan komt de politie en die zal je oppakken. Wanneer is het nou echt belangrijk om de politie op te bellen? Je mag ons bellen als je bepaalde situaties ziet, dingen op straat ziet, waarvan je denkt van, dat is raar of dat is verdacht, noemen wij dat dan als politie. En dat je iemand ziet die zich raar gedraagt, of je ziet bijvoorbeeld iemand ergens inbreken, dan moet je zeker de politie bellen. Nou, vandaag mogen we dus in de politieauto gaan kijken. Normaal gesproken mag dit eigenlijk niet. Maar speciaal voor jullie heb ik een uitzondering weten te maken. Kom, gaan we even een kijkje nemen. Nou, wat je hier bijvoorbeeld ziet is een pionne om een weg af te zetten. Een veger om wat afval op te ruimen. Een hele grote knipschaar. Die hebben we ook bij ons. Deze laders. Dat zal ik voor je openmaken. Kijk, hier zie je nog wat zakken zitten, je ziet hier een verbandtrommel, eventueel een veiligheidsbril. Hieronder hebben we nog een la met spullen. Afzetlint natuurlijk, als we ergens bij komen moeten we soms ook wat dingen afzetten. Dus een mooi afzetlint. Gele vestjes, als we het verkeer moeten regelen doen we een geel vest aan. Soms zijn wij ook af en toe een beetje boef en hebben we een breekijzer nodig om ergens binnen te komen. Dus die nemen we ook mee. Wat je dan hieronder nog ziet liggen,
is een kogel weer het vest, noemen wij dat. Als er gevaarlijke boeven zijn die messen hebben of pistolen, dan moeten we dit nog over onze kleren aan. Voor onze eigen veiligheid en de bescherming. En het laatste wat we in de auto hebben is een brandblusser. Als er kleine brandjes zijn, kunnen we die ook blussen. En als het groter wordt, dan bellen we de brandweer. Nou, zo net hebben we een kijkje mogen nemen in een politieauto. Maar agenten rijden niet alleen maar in auto's. Zo hebben ze ook een hele hoop fietsen. Een hele stalling vol. En het allerstoerste vind ik dan een politiemotor. We gaan even bij Roy kijken. Ja, nou, dit is hem dan. De politiemotor. Hier rijd ik ook af en toe op. Naast dat ik ook in de auto rijd, af en toe ook op deze motor. En zoals je hier kan zien in de garage, hebben we er meerdere van. Het ziet er allemaal erg leuk uit, Roy. Ja. Maar je hebt ook wel een heel mooie kostuum aan. Zullen we dat anders binnen even gaan bekijken? Kun je misschien laten zien wat je allemaal als politieagent draagt? Kijk, wat we er allemaal aan hebben zitten is de autosleutel. Waar we net zijn geweest bij de auto. Nou, die hebben we hier aan een haakje hangen. Dan heb ik hier natuurlijk een telefoon. Ook niet onbelangrijk, want daar bellen de mensen ons op. Een portofoon. Dat is deze. Daar krijgen we natuurlijk de meldingen op binnen, zeg maar. En kunnen we met de andere politieagenten praten. Wat ik verder nog hier heb, is een zaklamp. Ook altijd handig natuurlijk s'avonds als het donker wordt. En als we dan een boef hebben gevangen, dan moet hij natuurlijk wel in de handboeien. Kijk, die hebben we hier ook. Dit zijn de echte politiehandboeien. Verder hebben we de pepperspray, zoals dat heet. Nou, dat is eigenlijk een spuitbusje. Waarmee je een boef in zijn ogen kan spuiten. En dan gaat het heel hard prikken. En dan ziet hij eventjes niks. En dan kunnen wij hem meenemen. Dus die hangt ook nog aan je riem. En dan natuurlijk het pistool. Die laat ik er eventjes in zitten, want dat is toch altijd wel een beetje gevaarlijk. Dus misschien dat je hem zo iets beter kan bekijken. Maar die zit hier aan de zijkant. Zit die ook nog aan je riem. Dan heb je hier naast het pistool nog een klein tasje. En daar zitten wat handschoentjes in. Soms kom je ook wel eens bij vieze dingetjes, dat je vieze dingetjes op moet rapen. Nou, dan heb je een setje handschoenen bij. Als laatste mogen we ook nog een kijkje nemen in een echte politiecel. Best spannend, kom even mee. Ik vind het eigenlijk maar een beetje eng, hoor. Moet je kijken, alleen een heel klein toiletje en een kleine wastafel. Zouden ze hier dan overdag zitten zo, een beetje, ja, niks te doen eigenlijk. En dan dat bed. Het is echt hard. Ik zou er niet aan moeten denken om hier een dag te blijven of twee. Laat staan een heel jaar. Je vult je toch dood. Is wel heel eng hier. Zo, nu hebben jullie van alles kunnen zien over de politie. Dus Lars, die kunnen we nu wel opsluiten. Dag Lars. Hey, hallo. Hey, Roy. Ja. Ik heb nog geen eten. Nee, maar dat krijg je nog. Ja? Help. Doei. Help. Zo, dat was het. Ja.